Dat werd gewoon gezegd door de trainer, hé, hey, als je wint, krijg je je premie. En er was uh, meneer Kroezemeyer. Als je dan heel gelukkig was, ja, dan uh, lag er ook nog wat op tafel. En, en die Kroezemeyer, wat was dat voor figuur? Die tikte af en dat toe. Dat was er, op? Een, uh, oud, een oud ijzer of zoiets, denk ik. Zo een soort lorenboer. Maar wereldvent was dat. Gewoon, uh, hoe heet dat? Je ja, moest hard werken, want dat hebben we ook moeten doen. Tijdiger dan altijd. En als je, als je bijvoorbeeld, voorbeeld je wint van Ado, ja, dan uh, vonden ze dat prachtig. En dan trok hij ze En dan, trok die, dan, dan gaf hij nou alles wat, ja. En wat voor bedragen moet ik dan denken? Nou, dan ga je geen dan. <laughs>